Beste koetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Oblivion. Vandaag gaan we weer verder met een quest. En welke quest, vragen jullie dan af? Nou, hadden jullie op de vorige aflevering, of was het nou 2 afleveringen geleden, in ieder geval 1 aflevering, dat we voor onze mede Fighters Guild mensen die problemen hadden met Blackwood Guild, of zo het ook mag heten. En die zochten werk. En iemand wou een werkgever als ik die persoon 5 porties plasma, ectoplasma, ga geven. Dus wat heb ik me net bedacht van... Waarom zouden we op geesten moeten jagen als we ook gewoon ectoplasma kunnen kopen? Tenzij we dat al bij ons hebben. Alleen ik kan me niet herinneren dat we dat bij ons hebben. Maar je kan het nog even bekijken van hoe of wat. We hebben 6 ectoplasma. Hoeveel moesten we nou afgeven? 5 of... Drunken disorderly. Should pay well for minor to orange service. Doesn't trust the guild yet. Need 5 pores of ectoplasma. Ik had het gewoon bij me. En ik dacht dat ik het niet bij me had. Nou ja, weet je... Dan heb ik toch maar even dingen gedaan om dat te verkrijgen volgens mij. Ik heb wel wat aan gedaan volgens mij, ja, om het te krijgen. Oké, dan moeten we dus nu hier naartoe weer bij de rode pijltje. En dan moeten we die persoon even aanspreken. En ja, als dat gebeurd is, dan krijgen we, als het goed is, krijgen we weer werk. Dan kunnen we weer verder met onze Fighters Guild quest. Laat ik even mijn pants weer aantrekken, want ik krijg nu weer het arena gear. En dat is helemaal niet handig. Oh, ik heb natuurlijk een paar, dat was ik helemaal vergeten. Oké, dan staat ze weer in de stad. Ja, natuurlijk fast travel. Zijn dat enemies? Nee, dat is een Khajiit. Ben jij wie ik denk dat je bent? Maïk! Oh, Maïk! Oh, geniaal! Hij komt echt in elke Elder Scrolls game voor. Misschien kennen jullie hem uit Skyrim. Dat je hem aanspreekt of dat hij leugen is. Even kijken wat hij vandaag te vertellen heeft. Maïk knows much. Tell some. Maïk knows many things others do not. En er is nu dus ook een theorie dat Maïk onsterfelijk is. Maar het kan dus ook gewoon zijn dat het gewoon generatie na generatie Maïk is in elke game. Want Skyrim speelt er weer 100 jaar later af of zo. Dus Maïk... Deze manier kan het in ieder geval niet zijn, want die is dan lang al de pijp uit, dus dat kan niet. Rumors. Do you believe any of that talk about more Oblivion gates opening all over the place? Zijn er deze rumors die je te vertellen hebt? Mensen hebben ze wat meer te vertellen. Oké, nee. Oké, dat is nog niet. He's seeing you. Oké, in Skyrim heeft hij dus wat meer dialoogopties, maar hier niet. Dat is wel een beetje jammer. Laat ik even gewoon mijn pants weer aantrekken, zoals ik net al zei. Is er nog beschadigde wapens of niet? Nou, valt mee. Hier kunnen we mee door. Gewoon met chainmail armor. Oeh. Moet je mijn strak bovenlijf zien. Dat is niet normaal weer. Zo. En dan gaan we nu. Leeuwin binnen zitten we? Of waren we nog een veel? Ah, in ieder geval een van de 2 steden. Of was Leeuwin de, of... Weevil? Laten we even kijken. Waar zijn wij ook alweer? Dat zijn volgens mij... Leeuwin! Ik had gewoon goed gegokt in één keer. Nou, dat is toch een achievement waard. Oké, dan moeten we dus naar haar huis gaan. Dan moeten we de ectoplasma afleveren. Wat gewoon vandaag wel op kwakken lijkt. Misschien hebben we wel gewoon, weet ik wat, mensen afgetrokken in de steeg. En dat gewoon gebruikt als ectoplasma. Ik zal het nooit weten. Oké, dan moeten we dus hier naar binnen. Naar de... Mogen we hier naar binnen? Ja, 3 sisters in. De 3 gesusters herberg. En dan gaan we de ectoplasma afleveren. En dan hopelijk zit deze quest erop. Of moeten we weer een vervolgquest doen? Ben jij die we moesten hebben, Shamora? Nee. Of welke stand heb je? Loop je nou bloot voeten? Jij loopt op bloot voeten. En toch ben je bereid bij te betalen voor ectoplasma. Well, you've got the ectoplasm. Seems you fighters guild types can do a job when you put your mind to it. Tuurlijk, altijd. Tell your men I'll pay them for minotaur horns and ogre teeth. The Fighters Guild will be my sole supplier. I look forward to doing more business. Cool. Dat is al gelukt. Dan moet ik dus even weer met die mensen in de herberg praten aan de overkant hier. Dacht ik. Ah, redelijk aan de overkant. Daar, dat hutje daar. En dan dat hun nu werk hebben. En dat zijn minotaur horns en wat nog meer. Ogertief moet gaan samen. Dus dat is dus orgies. Ja, ook. Ogers en Minotaurus het dood moeten maken. Dus dan moeten ze een beetje Shrek zien te vinden die dood maken. Dat ze tanden eruit trekken. Je weet wel. Shrek is life. Shrek is love. Hallo. Ik heb werk voor jullie. Work is good for money. You know something? Tell Vantas. He'll put... Vantas. Oké. Duidelijk. Hoor ik, meneer. Jij moeten we ook niet hebben. Vantas. Ben jij Vantas? Vantas. I've told you what we need. Ja, je hebt werk. Find ingredients from our guard, huh? Works for me. I'll let the other men know. Appreciate your help, friend. And Orion should be happy. Mooi, dan krijg ik hopelijk promotie en geld. Heb ik überhaupt nieuw geld gekregen of een soort van reward? Misschien een speciaal wapen? Nee, ik word weer lekker in dank afgenomen. Oké, weer terug naar... Waar was het ook weer? Zenenhal? Nee, ik dacht van wel. Dan was het Coral. Coral is volgens mij een beetje het hoofdkwartier van de Fighters Guild. Die zit daar. Ik dacht een Leeuwin, maar ik switch al die steden om. Het zijn eigenlijk gewoon de 2 dichtstbijzijnde steden vanaf de Imperial City. De hoofdstad. En ja, het lijkt ze op elkaar? Nee, dat valt ook wel mee. Maar ja, jullie weten vast wat ik bedoel. Is er een mijn in de stad?
Of nee, het lijkt hem zo. Your horse is stable at the south of City Gate. Nice. En trouwens, ik besta nu al een jaar, hè? Ik speel een jaar op Blifje, maar we hebben hier nog echt niet de feiten bars van gehaald. En dat is best teleurstellend. Maar ja, we hebben nog wel een jaar of... What have you found out? Ben ik veel te lang doorgaan. Cause trouble. The Blackwood Company has taken that much of a foothold in Leowyn. Those sons of... Ja, ik zou ook gaan vloeken. You've done your job. Here's your payment for it. Blackwood. Ik had toch gelijk dat het zo heette. Duties. I don't have anything for you right now. Or perhaps your... Advancement, inderdaad. You've done well. Dank je. Because of your efforts, you have achieved the rank of swordsman of the Fighters Guild. Nou, we gaan lekker met de Fighters Guild en met de Arena. De Arena zijn we ook een paar keer omhoog gaan. Anything for you right now. Speak with Azan of Grokash. Ja, advancement heb ik al. Kan ik nog een advancement krijgen of is dat een beetje te gulzig? Dat is iets te gulzig. Oké, dan moeten we dus nu weer tegen onze duties. Naar onze Call of Duties. En dan gaan we naar... In één van zat er eentje waar we mee konden lullen volgens mij. Banewatch Camp. Oh, dat is natuurlijk voor die quest waar we weer tegen geesten moeten vechten. Maar daar kan ik niks mee. Want tot nu toe, elke geest waar we tegen vechten, daar winnen we niet van. En dat is zo jammer. Maar dat is gewoon maar een feit. Oké, we noemen wel de main gate. Dan weten we zeker dat we in de stad staan. Want als we weer zo'n andere poort nemen, staan we of buiten de stad. Of in de stad. Maar eigenlijk gewoon, als ik het zeker heb, dan... We kunnen ook trouwens buiten de stad spannen. Maar dat doen we niet. Dat is fijn. Als je buiten de stad wil spannen, moet je natuurlijk bij de stallen spannen. En dat hebben we dit keer niet. Oké, dan moeten we eens even praten met deze persoon hier in het Fighters Guild. Wacht, we kunnen trouwens even langs ons huis gaan. Even dumpen. Ik ben helemaal vergeten dat ik een huis had überhaupt al. Nou, ons leven is helemaal compleet in Oblivion. We hebben een huis en een paard. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die best wel duur zijn om te krijgen. En we hebben ze allebei praktisch gratis gekregen, weet je. Dat is best wel bijzonder. De vorige keer, of eigenlijk de laatste keer dat ik speelde en ook het gastje waar ik me uitspeelde, dat was Noordek. En daar heb ik het huis en bloemen mee gekocht en ook gewoon een paard. En nu hoeft dat helemaal niet. We hebben nu gewoon een super mooi huis. En ik heb hier boven, als het goed is, ook een kist waar ik al mijn meuk in dump. Dus dat is ook wel super handig. Oh, maar dit is gewoon prachtig. Ja, de kelder laten we gewoon voor wat het is. We gaan niet weer naar de plek waar dat verschrikkelijk gebeurd was. Hopelijk komt die gast niet weer tot leven dat hij me in slaap gaat vermoorden ofzo. Dat zou ik wel een beetje minder vinden. Dus daar gaan we maar niet op rekenen. Over de appels in het huis, wat moet ik daarmee? Straks is eentje vergiftigd. Jeetje. Blackwater Blade. Die was leeg. Ginkgen. Waarom hebben we dat niet bij ons? Tome of Unlife. Die hebben we hierin gestopt. Ja, die moet natuurlijk niet in de kelder blijven, want dan komt er natuurlijk weer... Dan krijgen we daar problemen mee. Maar dan komt een of andere... Komt die geest weer terug of iets. We hebben ziek veel dingen om te verkopen. We moeten even een trader vinden hier ergens. Of we kunnen weer, hoe heet het, gaan doen. Alchemie. Maar dat doe ik gewoon offscreen, want dat is niet zo interessant om te doen terwijl ik aan het spelen ben. Vind ik persoonlijk hoor. Want het stagneert de gameplay een beetje. Ik bedoel, het enige waar je op kijkt is een schermpje van... Ik kan niet echt afmetingen noemen, maar gewoon een klein schermpje dat ik de hele tijd alchemie loop te doen. In Oblivion was het, of in Skyrim is het wel interessant alchemie, dan zie je echt je gastje werk en dergelijke. Maar ja, hier is het op zich ook wel leuk, maar ik doe het liever offscreen. Oké, dan moeten we dus even weer voor een job vragen hier bij de Fighters Guild. En dan gaan we dat ook zeker doen, hè. Want als waar geld is, daar zijn wij. Zullen we maar zeggen. Good afternoon. Moeten we nou met jou praten? Of met wie de fuck moest ook weer praten? Niet Stan Ugly, niet de Porter, die staat er altijd. Wat nou als ze allemaal Porter heten, toevallig? En dat ze daarom gewoon deze baan aangekregen hebben. Omdat ze allemaal Porter heten, worden ze allemaal Fighters Guild Porter. Of ze moeten gewoon hun naam opgeven, zodat ze... Ja, daar staan. Moeten we nou met jou spreken of niet? Nee, met wie de fuck moest ook weer spreken? Volgens mij zit hij vast in zijn werkkamer. Ik bedoel, het is overdag, dan zit die persoon meestal in zijn werkkamer. De offices. Jou moeten we hebben. Jij hebt waarschijnlijk wel bij voor ons, of niet? Ja, contract. Good to see you working hard. I've got some more thieves for you to deal with in Anvil. Dieven? Nou, daar hebben we nog nooit mee probleem mee gehad, trouwens. There have been a number of thefts in the area. And witnesses believe the thieves are holed up nearby. Check around. And see what you can learn. I'm not sure the numbers you'll be dealing with, so I'm sending you with another new recruit. Maglier. I believe you two have already met. Is dat zo? Ik kom niet herinneren dat ik even met Maglier gesproken heb. You're the one they call the hero of Kvatch, aren't you? The one that closed the Oblivion Gate and saved the city. Ja, dat zijn wij. Dat heb je goed door, meneertje. Azan. Get moving. You need to get rid of those thieves. Inderdaad. Moeten we ze arresteren of moeten ze vermoorden? Hebben we nu die quest geactiveerd of niet? Den of Thieves. Son of giving me contract to find the lair of some thieves near Anvil. I am to travel with another fairly new recruit Maglier. As you go to Anvil first and see what information I can learn about thieves. We zitten in Anvil volgens mij, of niet? Wij zitten in Anvil, dus we moeten even met de mensen praten en dan dergelijke. What's new with you? Hallo Maglier. Jij komt me bekend voor, maar... Was jij die elf? Oh, it's you. Oh ja, die gast hebben we geholpen toen we die journal moesten vinden. Dat is waar ook. Contract. We've got one.
Let's hope this one will pay well. Inderdaad, ik heb niet echt schuld of zo, maar geld zal het zijn. Inderdaad. Ask around Endel for any clues. Figures we'd get a mission without any real direction. I'll follow you. Waarom dat? Waarom moet ik het nou weer de leiding nemen? Oh, dat ik groter bij jou ben. Ah, kleintje. PD, let's roll. Dat is weer een andere game. Gast, dit is Oblivion. Dit is geen PD. Oké, dan moeten we denk ik met... Wat lopen jullie te doen? Ik dit verder al ga ik hun nu slaan dat ik een probleem krijg. Vigdis. Wat, Guild, heb je iets van het Thieves? Ik kan niet zeggen dat ik myself, but I heard that Nieuwheim the Portly had some things. Oh, dat is waar ook. Dit is over de tweede keer dat we met dieven moeten dealen. De eerste contract die we in Anvil hadden was ook met dieven. Dat was bij die shop waar we nog s'nachts moeten blijven, waar ik bijna dood ging. En voor mij gewoon een weg uitgecheat heb. Oké, dan moeten we dus weer naar de waterkant. Ik wou via de kasteelpoort gaan, maar dat werkt niet volgens mij. Dus dan gaan we nu die kant op. Er woont hier ook iemand in het huis. Heb ik dat een keer laten zien? Ja, die heeft gewoon een anonieme naam. Volgens mij werkt hij voor niet voor de Fighters Guild of Thieves Guild. Dat zijn het groep dieven. Misschien is dat het probleem, dat hij voor de Thieves Guild werkt en dat we daar een probleem mee krijgen. Ik wil ook nog even langs de lighthouse gaan, want daar ligt volgens mij een hoofd. Dat wil ik wel laten zien. Of hij ligt alleen als je de quest doet voor de Dark Brotherhood. Dat zijn de huurmoordenaars. Een beetje onderin voor de duistere huurmoordenaars. En jij loopt te schilderen, hallo. Dat is best wel een mooie schilderij trouwens, moet ik toegeven. Je schildert in ieder geval beter dan dat ik kan. Zaten we even naar die gaan. Oh, die gast die volgt ons maar dat maakt niet uit, joh. Die ziet hij ook eens hier wat van de stad waar hij woont, denk ik. Nee, de vorige keer was hij volgens mij in Skingrad. Dat klopt, ja. We moesten toen een journal voor hem halen, omdat het contract voor hem te moeilijk was. En datgene wat we moesten vechten om die journal te krijgen, was niet eens zo moeilijk. Had het ons nou geholpen, waren we een stuk sneller klaar geweest. Of we moeten inbreken hier, of het is gewoon helemaal goed. Ulfgar Fog Icehouse. Als het goed is, ligt hem ergens op een kast in een... Hoe heet het? Een hoofd. De Cold Coast en van de Lighthouse. Hier ergens. Hey, deze gast woont niet zo slecht, vind ik. Hij heeft best een mooie plek om te wonen hier. Hij woont misschien wel in een... Hallo. Hij woont misschien wel in een vuurtoren, maar dat is niet per se erg. Oké, dit is de Lighthouse zelf. Ik kan me toch echt herinneren dat het hier was. Misschien moeten we helemaal naar boven kruipen. Of zo. Dat we ergens een kamer tegenkomen, helemaal bovenaan. Maar ik kan me echt herinneren. En anders niet, John, dan vinden we geen hoofd. Maar dan hebben we tenminste geprobeerd. Die gaan we zeker mee naar buiten. Gold Coast, ja, dat horen ze maar niet. Oké, dan gaan we weer terug. En ik heb geen idee waarom wat het nut heeft om deze deur neer te zetten. En niet gewoon één, dat je in één hap en ruk naar boven gaat. Maar ja, het is een game. Hier niet. Oké. Dan nog even een andere optie. Dit is de Gold Coast. Nou heb ik het helemaal verkeerd. Misschien moet je van buitenaf moet je gaan bekijken of... Wil ik het vinden, dat hoofd. Hier niet. Of was Eli ergens onderaan? Hier, ik ga misschien nog de deur. Nee, oké. Nou, dan heb ik het misschien helemaal verkeerd. Maar ik kan me echt herinneren dat in deze vuurtoren ergens een hoofd moest liggen van de Mother. En de Mother, dat is een mythisch wezen, niet echt. Dat is de Night Mother. De Night Mother is ongeveer een beetje god slash leider, kan je het noemen, van de Dark Brotherhood. Die stuurt hun een beetje aan en dergelijke. Als jij bijvoorbeeld het uitgespeeld hebt. Het is een spoiler hoor, als je zelf nog Oblivion wil spelen. Hij is trouwens nu met korting op Steam te verkrijgen. Dus spoiler alert, als je niet wil horen, dan moet je even, laten we 1 minuut skippen of zo. Maar die komt het. Als je dus de leider wordt van de Thieves Guild, dan moet je dus met iemand gaan praten. Dat is dus de Night Mother. En die geeft je dan opdrachten om mensen te zoeken die bij de Thieves Guild of bij de... Hoe heet het willen komen? De Dark Brotherhood. Heb jij problemen met mensen? Wie wil je hem spelen? Niet jij. Hier. Hallo. What can Nieuwheim the Portly do for you? Ik weet wat ik jou voor kan doen. Plastische chirurgie in jouw hoofd. Echt. Thiers, wat is er dan met Thiers? I know about those scum. Rotten bastards robbed me blind, they did. Ik kan me voorstellen dat ze je blind gestolen hebben. Wat moet je ogen zien, joh? Hoe kan je dan wat doen zien, gekke man? Last I heard... They were holed up in Hirota Cave, not too far from here. Oké, moeten we dan ook een soort wachtwoord bij die grot gaan doen van Sesam Open nu, dat we daar Alibaba en de Zeven Rovers tegenkomen? And give it to those bastards good. Oké, dat komt goed. Rumors. Count's arms is a very... Nou, daar hebben we niet van. Took my flagon, they did. A flagon, wat is dat? Down to me from my father Rolf, and from his father Tom. Oh, een kop, zo'n ding, zo'n... Flaggen. Een kam of zo is dat volgens mij. If you can find it, you'd have the gratitude of Nieuwheim the Portly. En wat heb ik daar dan weer aan? Ga je misschien helpen of zo dan met dingen? Traffic through Anvil Harbor comes mostly in exotic. Die quest komen niet bekend voor. Was het dezelfde quest die we momenteel doen zijn? Dead of Thieves. In de film Meloon, Pure the Legacy of the Thieves. If I turn him, he'll reward me. Oké, is dat ook in dezelfde plek? Volgens mij wel. Come on. Ja, oké, let's go.
Nou, we hebben dus een volger bij ons die ons eventjes wil helpen. We kunnen ook gewoon trouwens die geesten pakken daar. Of, nou ja, dat is ook een beetje lullig. Laten we eens maar gewoon voor Newheim gaan helpen. Oké, waar moeten we naartoe? Is dat ver buiten de stad? Oh, dat is echt redelijk dichtbij. Dan gaan we gewoon fast travel hier naartoe. Wat ik nu eigenlijk trouwens op mijn Skyrim game doe, op mijn Xbox, is dat ik niet fast travel, maar dat ik gewoon alles loop. Want er komen ze dan best wel leuke dingen tegen, maar bij mijn Let's Play is het een beetje te vervelend, denk ik. Als ik misschien de story heb uitgespeeld, wat we nog eigenlijk ook nog moeten doen, maar ja, dat zien we dan wel weer. Dan ga ik dat doen, dan ga ik gewoon niet meer fast travel, dan ga ik gewoon altijd lopen. Dan komen nog wel de leukste dingen tegen. Dus kwam ik laatst bijvoorbeeld in Skyrim, kwam ik een stel feestvierders tegen die me gewoon gratis bier wouden geven. Nou, daar zeg je natuurlijk geen nee tegen. Oh, wat is wat is er? Worden we aangevallen? Oh, een wolf! Een timmerwolf! Oh nee, gaat heen! Zo, die is dood. Kunnen we het SFV meenemen? Leeft ook weer wat money op. Wat gouden ducaten. Hij heeft ook een bot. Geen wonder dat hij ons aanviel. Hij heeft een bot ergens vastzitten in zijn lichaam, die niet van hem is. Of we hebben een boot afgehakt dat je dat bot gewoon meeneemt als een soort trofee. Kan ook. You found Rhoda Cave. Cave, natuurlijk. Waar is de ingang? Hier? Hier, dit is de ingang. Hebben we nog bandiet of zo we mee moeten dealen? Nee. Mooi, dan gaan we hier naar binnen en dan gaan we dus even dat ding vinden. En die dieven doden. Met deze quest kan ik me niet herinneren dat ik deze ooit heb moeten doen voor de fight. What the fuck doe jij nou weer? Hey, gekke kleine man, waarom schoot je opeens zo ver? Je schoot het pfff, tegen de muur aan. Gekke kerel. Oké, wat hebben we hier? Hier hebben we torches zitten of niet? Barrel, torches. Ja, nou, torches hoeven niet per se, we kunnen gewoon zien in het donker. Moeten we alle dieven doden of arresteren? Want net zoals die keer dat we... Wow, stenen. Oké, dat was een trap. Die kant dus niet op. Maar die keer dat we dat schip gekaapt werd, toen hebben we ook gewoon die vrouw overtuigd om gewoon op te geven en niet ons aan te vallen. Dus misschien kunnen we het hier ook doen. Maar ja, we gaan met zwaarder getrokken naar binnen. We weten in ieder geval wel zeker dat het fout gaat, dat ze ons gaan aanvallen. Maar ja, dat is het risico van het vak. Wood door. Zit hier nog een trap of zo? Die wel zo zien dat we niet zometeen begraven worden onder stenen. Dit ziet er toch echt uit als iets waar een valstrik zit. Maar dat is het niet, er is geld. Dat is mooi. En dat weet geen donder. Het weet geen rooi donders. Oké, welke kant nu op? Hier komen we net van... Oh ja, hier moeten we naartoe. Dus ingrediënten verzamelen, altijd handig, alchemie dingen. What the fuck? Rockwall. Oh, dit is zo goed verstopt, want je ziet ook niet echt licht tussen de gaten door. Oh. Oh, daar hebben we de eerste, die vegen. Die vegen. Oké, schiet dan. Ik als tegenhouden. Bam! Oh, kijk, deze hebben ook gewoon namen. Het zijn niet normale dieven of bandits. Niet wegrennen, niet je vriendjes halen. Dat vind ik... Oh, je hebt mij naar je schatkamer geleid, jij idioot. Als het ook echt 8 mensen zijn en eentje uit Alibaba, dat zou ik dat heel grappig vinden. Wat zien we dan weer? Heb ik niet trouwens een spreuk bij me waarmee ik ze kon kalmeren? Volgens mij wel. Soothing Touch. Ja. Ik heb ook Touch of Rage, dat is zo handig. Want dan vallen ze elkaar aan. Dat is zo mooi om te zien. Heb ik dat ooit een keer gedaan? Ik kan me niet herinneren. Het zijn ook echt allemaal high-elves momenteel waar we tegen vechten. High-elves mag ik echt niet. Niet in deze game. Niet tegen elke Elder Scrolls game. Omdat ze zich altijd zo hoog en machtig voelen boven iedereen. Omdat hun toevallig... Arrow of Qualms, Demoralize... Oh, deze is eigenlijk wat waard. Laten we die meenemen. Omdat hun toevallig van elfen zijn en dat ze... Oké, dan ploft even een bom bij mij in het dorp. What the actual fuck. Maar omdat ze dus van goden afstammen ofzo, of dat ze langer leven dan mensen, vinden ze zelf beter dan mensen en dergelijke. Omdat ze elfen zijn, ja. Dat is aardig vervelend van hun, dat ze zich zo hoog en machtig voelen. Maar ja, dat zijn ze leuker om te doden, omdat ze zichzelf zo voelen. Zo smirky, zoals het in het Engels heet, wat ik even niet het Nederlands woord vinden. Oh, nog meer bandieten. Hallo. Oh, dit zijn een beetje veel. Ja, gelukkig hebben we een buddy bij ons, dus dat helpt. Oké, dit is... Het zijn ook echt allemaal elfen momenteel. Behalve zij, ben jij een elf? Megleers en Kuntjes. Nou, doet die lekker. Wow, what the fuck gebeurt er allemaal? Heb ik niet nog healing potions bij me? Dat zou wel super fijn zijn. We kunnen wel een beach opbrengen voordat we doodgaan. Is ook chill. Strong potion of healing. Oh, kijk, dat helpt. Weak potion of healing. Hebben we nog iets handigs? Nee. Kom op, Megleers, sta op, dude. Sta op en vecht met mij. Want ik word in een hoekje gedreven en ik kan niks, joh. Ik word de hele tijd gesteund. Dat is niet grappig meer. Goed zo, Megleer. Je bent weer tot leven gekomen. Niet doodgaan. Zij moet me nog één keer mappen. Ik ben dood. Oh, zij is dood. Cool. Kom op, Megleer. Kom op. Ik heb nog... Oh, nee. Dat is niet best. Jongen, kom op. Help, kom op. Nee. Fucking klote woedelf. Kom op, heel snel, kom op, dit gaan we niet overleven. Megleer, je motherfucker, waarom word je niet wakker? Ah, zo frustrerend. Oké, gelukkig is hij, ze hebben deze grot, maar dit wordt nog best wel Stop deze met teleporteren, jij kleine idioot. Je kunt trouwens weer de wabberjacken voorschijn halen. Klinkt ook best wel vies trouwens, als een werkwoord. Ik ga lekker wabberjacken.
Oké, die kan moeten we niet op, dat weten we nu wel. We kunnen de Kaizen. Oh, de Kaizen was leeg, dus die gaan we niet gebruiken. We gaan gewoon weer het zwaard gebruiken. En als het moeilijk wordt, dan pakken we de Wabberjack. Daar was een kist met geld, maar dat is niet zo heel veel geld, dus kunnen we wel laten liggen. Alhoewel, het is geld, dus op zich, we kunnen het wel pakken. Oké, Meg, lig jij maar eerst. Waarom heb je ook zo'n kutzwaardje bij je? Ja, eigenlijk wel. Je moet wel onder de indruk zijn. Stop niks met die pijl. Wow, 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 what the fuck? Schijnen we allemaal op mijn gangen? Echt fucking hell. Waarom dit? Merkleer, jij idioot. Je kan ook vrij weinig, Merkleer. Ik vind je tot nu toe wel een toffe gast. Maar tot nu toe heb je niet echt veel nut gehad, weet je. De eerste keer dat we tegenkwamen, moest je meteen helpen. Sorry dat ik je sloeg, by the way. Sorry, Merkleer, Dude, sorry. Merkleer, ik sla je één keer per ongeluk, Merkleer. En dan doe je meteen dit. Echt niet cool. Echt niet cool, dude. Echt niet cool. Ja, kom Merkleer. Sorry. Er was een manier om... Rejection yield? Jij kleine klootzak. Jij ongelofelijke kleine onderdeur. Ik ga je nog eens een keer helpen. Ik ga je echt nog eens een keer helpen. Echt, fuck jou. Fuck jou, Merkleer. Fuck jou. Merkleer, ga hem maar pakken. Goed zo. Hopelijk valt hij me zo meteen uit. Ik heb maar één keer per ongeluk geslagen. Gewoon in het gevecht. Dat gebeurt. Shit happens. En dan gaat hij meteen zo doen. Stom, Merkleer. Oké, dit kan ik me niet in een hoekje drijven. Kan ik altijd nog wegvluchten mocht het fout gaan. Voor mij is hij gewoon afgelopen, Merkleer. Want ik zie hem niet echt helpen ofzo. Motherfucking Merkleer. Stop, is dat allemaal magie doen? Nou, lekker voor Merkleer. Hopelijk heeft iemand wat verstand in zijn hoofd gemapt. Wat mij zomaar aanvallen, vind ik niet aardig. Oké, laten we even gaan wabberjacken. Kom op. Kom erop dan. Boom. Wat deed dat? Geen idee. Dat deed niks. Waarom doet dit ding nou niet wat ik wil? De wabberjack. Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er? Ik wil gewoon dat Merkleer me helpt. Maar in plaats daarvan valt hij me aan. Kom op, healen. Hallo Merkleer. Goed. Is die persoon makkelijk te doden? Oh, die is bijna dood. Merkleer, hoe krijg je het ook voor elkaar om dood te gaan? Die persoon was echt bijna dood. Jesus Christ, Merkleer. Ik had ook helemaal niks. Die hoeven we niet. Waar is mijn zwaard gebleven? Daar. Elven Longsword. Ik had al Poison of Sorcery bij me. En ik heb dankzij Healing Potion bij me. Want ik ben toch net weer gespant. Dus laten we even kijken. Of niet gespant. Ik ben gewoon weer gereload. Safe reload. Ik heb heel veel Magicka Potions. Maar die moet ik niet hebben. Oh nee. Nee, dit is niet de bedoeling. Kom op. Ah man, dit zijn er veel. Dit zijn er echt veel. Gelukkig healen ze niet. Dus dat is dan ook wel weer fijn. Merkleer. Merkleer, help. Merkleer, dude. Oh, die is bijna dood. Oh, nee. Zal ik het allemaal elfen? Allemaal vervelende dieven elfen. Kom op, heal. Heal ze, motherfucker. Healen. Kom op, Merkleer. Als jij ze één voor één afmaakt, dan leid ik ze af. Oh, voor mij is die dood. Die arts is nog niet dood. Auw, jij bitch! Godsamme. Als jij dat nou eens even niet doet, dit allemaal, dan zou ik echt fijn vinden. You're currently silenced. Ah, oh, krijg nou tieten. Dat heb ik dan weer, hè. Word ik meteen gesilenced. Silence, I kill you! Oké, even kijken. Song Potion of Healing. Hebben we nog... Weak Potion of Healing. Ja, healen. Kom op. Heal. Inderdaad, Merkleer. Ik ben het helemaal met je eens. Waarom willen ze niet dood? Ja, oké, dat is eentje dood. Kom op. Dan kan ik op hem, kan ik op deze persoon focussen. Dan pak jij die Archer. Kom op, Merkleer. Als we het zo doen, dan winnen we het. Zo, deze heeft Glass Sword. Is die beter dan die van mij? Laten we even kijken. Glass Sword. Glass Longsword. Die doet 11 damage. Die van mij deed 9 damage. Nou, doeg. 11 Longsword. Jou hebben we niet meer nodig. Ofwel, die kan ik nog verkopen. Dus laten we wat droppen. Dat kan niet. We nemen zo erbij. Torches. Torches weten we niks. Wat moet ik droppen? Wat ik niet nodig heb. Iron arrows. Die heb ik niet nodig. Glass arrows ook niet. Ze gebruiken nu een glazen wapens op mij. Dat is best wel neer. Want die dingen zijn best wel sterk. Oké. Maar sets over een kummerd. Misschien moet even wat eten. We nemen gewoon alle bier. Gewoon. Hop. You can't drink any more potions. Nou, dan droppen we de rest van het bier. Hoppakee. Aanvallen! Ik ben een beetje bezopen, maar dat maakt niet uit. Oh, what the fuck, Merkleer? Ben je doodgaan? Laten we trouwens even snel zeven voor als we doodgaan. Dat we niet die twee nog moeten doden. Die we net vermoord hebben. En dan hebben we trouwens even wat langere aflevering. Omdat ik wil even deze quest afmaken. Dat we even alle dieven vermoorden. Stop nou eens in de fik te zetten en te silencen. En van alles om wat op mij te doen. Je bent bijna dood. Dus nu ben je dood. Je hebt geen broek aan. Wat is er met jou? Arrow stillness. Wat doet dat? Silence for... Hupplepup seconds. Nice. Die moeten we zeker meenemen, want die is toch aardig wat waard. Het is een enchant pijl, dus ja, super. Merkleer, je bent weer normaal. Dank de goden. You cannot wait what guards are coming. Welke guards?
Wat? Welke guards? Waar de fuck heeft de game het over? Gekke game toch. Oké, nog 3 te gaan en dan hebben we alle dieven vermoord hier. Blijkbaar is de straf in dit spel op diefstal is gewoon moord. Is de doodstraf. Nou ja, het is wel dat je het weet. Misdaad loont niet. Ik heb maar 1 lockpick. Als we deze verkloten, dan is die kist... Yes, in 1 keer goed! Oh, wie is hier MLG Pro? Dat ben ik. Zo, dan gaan we met de rest van de Magicka healen. Maar kunnen we echt niet wachten? Ja, welke guards are coming? Welke guards? What the fuck, game? Maar ik mag dit zwaard wel. Glass armor is zo... Oh, een spijkerbalk nog even. Magleer, jij backstabbing motherfucker. Maar nee, dit is mijn eigen schuld. Ik zag die bal niet hangen. En toen kreeg ik hem volop in mijn gezicht. Dat gebeurt, ook in het echte leven. En denk je dat het gewoon alles normaal is en leuk? Maar nee, dan krijg je in 1 keer een bal in je gezicht. Daar zie ik een dief staan. En daar ook. Daar beneden zit ze ook, denk ik. Hebben we ze ons door of niet? Ik ga even een beetje wabberjacken, daar heb ik zin in. Poison of Healing er nog even bij. Was dat alles? We hebben nog Shadow Banish Wine, maar daar hebben we niet zoveel aan. Poison of Sorcery. Dan kan ik wel weer healen trouwens. Merken ze dit of niet? Nee, ik heb niet echt idee. Ik zie hier maar 2 dieven. En dan is eentje, die is natuurlijk de baas. Dat is de Alpha Dief. Dat is Alibaba. En die moeten we dan een beetje voor het gerecht slepen, denk ik. Oké, dat is 1 Archer. En ik weet niet wat die voor specialiteit heeft. Maar dat zien we dan weer. Oké, Magler, je bent heel erg beschadigd, zo te zien. Als zou ik je nu een klap geven, ben je dood. En waarom heal je niet? Heb je geen healing potion of zo bij? Nee, oké, dat is jammer. We kunnen hem ook niet echt wat geven of zo. Dat zou ik een beetje jammer vinden. Maar ja. Ik zie hem nog even aan om mij zo meteen mijn rug proberen te steken. Als we alle dieven vermoord hebben. Dat hij dan alle buiten voor zichzelf wil hebben. Oké, we pakken ze. Het zijn allebei archers. Oh, piece of cake. Dan zijn ze allemaal van die fucking kutpijlen hebben die. Ja, ik wou het zeggen. Ze hebben allemaal weer van die. Oh, waar de hel kom jij best vandaan? Oh nee. Ze gebruiken ook echt allemaal magie op mij. Dat is niet leuk meer. En by the way, als ik nu doodga, dan sla ik de aflevering ook wel af. Hoor. Dan sluit. Stop niet met magie op mij te gebruiken en ga gewoon dood. Alsjeblieft. Magler is een kuntje. Ja, hij krijgt de hele tijd damage. Ik ben dood. Oké, deze dieven zijn moeilijker dan ik dacht. En ik wil graag de aflevering hierbij eindigen. Die al 10 minuten langer is, zowat. Maar bedankt voor het kijken van deze aflevering. Kruiders Gameplay Oblivion. Ik vond het wel leuk om even wat dieven te vermoorden. En ik zie jullie de volgende keer. En zeg daarom hier later. Ze dus vergeet trouwens ook niet even te liken en dergelijke. Dus dan zeg ik voor de 2e keer. Laters.